Okay. Gesteld, maar toch, haar been is langer dan die arm. Ja. Ze heeft nu wel een tijd gestopt, dus omdat hij haar man is waarschijnlijk, als ze dat bewust doet. Ja. De huidkruis, de ogen, de keel. Nu is het te laat. Waarom gaan wij naar die gevoelige delen? Evident natuurlijk, van een man die in een mate 3 groter is dan die vrouw. Ja, je moet niet gaan proberen op die borst te kloppen of op dat gezicht zelfs, dat brengt niet veel uit. Je moet bepaalde technieken toepassen op de keel, op de ogen en in de geslachtsdelen. Dan moet je zo nerveus zijn met dikke borstbellen, duidelijk dat het iedereen even zeer of zo. Je moet het toch even ontraden, dat is de bedoeling.